Goedemorgen! Allemaal. Ondertussen al. Ik zag ruim 1100 abonnees voorbij komen op mijn Mekkerplek. Daar ben ik zeer erkentelijk voor. Dan bereikt mijn gemekker tenminste toch nog iemand. Over een gemekker gesproken. Laat ik weer eens even lekker gaan mekkeren. Weer dezelfde vraag. Waar moet je beginnen? Wat ik net gedaan heb. Ik heb net wederom mijn dochter naar school gebracht. En ik heb haar lerares de geprinte versie van het verdrag van Nuremberg gegeven. Dat zijn de basisrechten van de mens. Want het viel mij op dat op school er best wel veel gesproken wordt over vaccinaties en over de zin van vaccinaties en dat het goed is voor de familie en dat je anderen beschermt, etcetera, etcetera. Maar ik heb eigenlijk nog nooit gehoord dat ze daar gehad hebben over de rechten van de mens. En ik denk dat het best wel belangrijk is dat de kinderen dat ook leren, dat ze ook rechten hebben en niet alleen plichten. Dus ik heb net die Nuremberg verdragcode papieren uitgedeeld. En de juffrouw verzocht om dat eens te gaan bespreken met de klas. Nou ja, juffrouw die had zoiets van, dat hoort ook bij jouw werk. Het is leuk dat je de kinderen op hun plichten wijst. Ik zeg, maar ze hebben ook rechten. Nou, dat ging ze dan van de week even bespreken. Ik krijg dat te horen van mijn dochter of dat het daadwerkelijk gebeurt. Als dat niet gebeurt, dan sta ik namelijk volgende week maandag weer op school om, ga ik het zelf wel uitleggen. Maar het punt wat ik ermee wil maken is dat, met name voor de ouders, dat die zelf ook heel goed moeten gaan opletten wat ze op school allemaal je kind gaan voeren. Want in principe, in theorie, komt het erop neer dat als je 's morgens je kind op school afzet, dat het kind dan onder de verantwoording van school valt. En dat ze eigenlijk een vrijbrief hebben om te doen en te laten wat ze willen. Tot op bepaalde hoogte natuurlijk. Maar ik denk dat het belangrijk is dat er ook op gewezen wordt dat de kinderen ook rechten hebben. Ja, wat de vaccinaties betreft. Israël. Daar is van de week, afgelopen zaterdag, zag ik een studie voorbij komen. En daaruit blijkt dat de mensen die niet gevaccineerd zijn, 13 keer minder kans hebben op corona. Wat verrassend. Blijkt toch wel dat het immuunsysteem het toch iets beter doet dan het experimentele gentherapievaccin. Wat geen vaccin is. Ach, de koffie moet niet drinken. Dat is niet goed voor mijn buikje. Datzelfde Israël. Daar blijkt ook dat van de 100 mensen die er nu in het ziekenhuis komen vanwege corona of COVID-19, net hoe je het noemen wil, dat er minimaal 85 toch wel allebei de vaccinaties gehad hebben. Dan zou je toch eigenlijk zelf al moeten gaan denken dat het vaccin toch niet echt werkt. Nou zijn ze in dat Israël behoorlijk gestoord, want dan proberen ze nu ook al de kinderen aan een boostershot te gaan helpen, terwijl toch al duidelijk blijkt uit alles dat die troep niet werkt. Andere onderzoeken hebben toch al aangetoond dat de gevaccineerden zelf verschillende varianten ontwikkelen. Nou weet ik niet in hoeverre dat verhaal klopt. Het zou me niks verbazen omdat je immuunsysteem behoorlijk aangetast wordt door het vaccin. Ik heb toen straks op mijn Mekkerplek een kaartje gedeeld waarin alle
varianten eigenlijk genoemd worden en welke datum ze eigenlijk naar buiten moeten komen. Nou ja, dat met de rest van het verhaal wat ondertussen bekend is van de manier van werken van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dan zou je eigenlijk ook wel aan kunnen voelen dat daar geen reet van klopt. Nou zag ik van de week ook een ding voorbij komen van ene meneer Mark Rutte. Die heeft vorig jaar al eens verteld dat als de mensen willen dat het stopt, dan stopt het. Maar die keus ligt bij de mensen zelf. Ik weet het niet. Maar als die keus bij de mensen zelf ligt om te stoppen met deze experimentele waanzin. Want ja, het is nog steeds experimenteel. Nee, het is nog steeds niet goedgekeurd. En dan hoor ik al stemmen. Ja, nee, in Amerika is het wel goedgekeurd. Nee, dat is het niet. Daar is een bepaald iets van BioNTech is daar goedgekeurd. BioNTech maakt weer deel uit van Pfizer, als ik me niet vergis. Pfizer, ja, die bepalen eigenlijk wat de WHO doet. En wat het NIH, het National Institute for Health, allemaal doen. Dus ja, het is één grote belangenverstrengelingspot gedoe. Daar klopt allemaal geen reet van. En daar hoef je echt geen wappie voor te zijn. Dan hoef je alleen maar even simpelweg op internet te gaan zoeken. Oh ja, Joe Biden. Wat een lul zeg. Ongekend. Ja goed, dat zullen jullie ook allemaal ondertussen wel meegekregen hebben. Wat die man allemaal gedaan heeft de afgelopen twee weken met Afghanistan en wat er allemaal fout gegaan is. Er is daar zelfs een rogue element. Dus een clubje ja, losgeslagen militairen. Die hebben daar op eigen houtje, volgens de berichten die ik gelezen heb, 630 mensen uit Afghanistan vandaan gehaald. Omdat de Biden-administratie dat niet doet. Die zeggen al dat het hele spul eigenlijk bijvoorbeeld al verloren is. En nou begint hij weer terug te krabbelen. Nou ja, goed. We zien allemaal wel dat er geen reet van klopt. Er zijn al heel veel geluiden die beginnen op te duiken dat ene meneer Joe Biden een impeachment aan zijn zak heeft hangen. Er zijn al verschillende mensen die willen hebben dat hij ontslagen wordt. Er zijn verschillende stemmen die roepen al op dat hij gearresteerd moet worden, dat Kamala Harris gearresteerd moet worden, dat generaal Milley gearresteerd moet worden. Goed. Lang verhaal kort, die hele club die moet eigenlijk gearresteerd worden. Nou, mijn vriend Trump die doet er nog een schepje extra bovenop. Met alle statements die hij het internet op helpt en de interviews die hij geeft. Het begrip Hot August is echt van toepassing. Nou, september wordt een maand to remember, denk ik. En daarna krijgen we Red Oktober. Nou ja, als Red Oktober echt gaat doen wat ik denk dat het gaat doen, dan wordt het inderdaad een MAGA-oktober. Make America Great Again. En dan gaan wij nog hele mooie dingen tegemoet zien van vriend Trump. Ondertussen komt het moment van de uitslag van de audit Maricopa County ook steeds dichterbij. En dat is wel te merken, want de Democraten beginnen steeds raardere dingen uit te vreten. En te roepen en te doen. Dus je kan merken dat ze zenuwachtig zijn. Dus ja, het gaat gewoon echt lekker. Het loopt als een kogel. Het loopt echt als een kogel. Ik kan niks anders ervan maken. Vriend Trump is goed bezig. En de club die hem steunt ook.
Dus ja, ondanks de paar dagen radiostilte kan ik alleen maar positieve dingen melden. Ik heb weer aardig wat uurtjes zitten kijken en doen en zoeken en weet ik het wat. En ik kan alleen maar positief zijn eigenlijk. Ondanks al het gezeik wat er daarnaast in de lucht hangt. Maar zoals het er nu allemaal uitziet, het ziet er gewoon echt goed uit. En die blijde boodschap wou ik iedereen even meegeven. We gaan dit winnen. Om het zo maar te zeggen. En niet zo'n beetje ook. Want alle corruptie en alle ellende en al het gezeik, dat gaat allemaal aan de wereld tentoongesteld worden. Dus, ja. Enjoy the show. Grab your popcorn and enjoy the show. Echt waar. Die uitspraak die klopt echt. Zag je het over de drempels. Dus nou, dat wou ik u allemaal even meegeven bij deze. Ja, als ik weer wat positieve dingen te melden heb, dan meld ik me wel weer. Dus ik zou zeggen, maak er een feestje van. Geniet van al het moois wat er bezig is. En ja, we zitten te kijken hoe de corrupte kleren zo eigenlijk opgeruimd wordt. En hoe ze zich steeds meer in de spotlight zetten. Je kan echt merken dat ze zichzelf aan het opblazen zijn met alles wat er gebeurt. Dus, nou, dat gezegd hebbende, ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Heel veel plezier. En ja, goed, als ik weer wat inspiratie heb, dan meld ik me wel weer. Nou, jongelui, veel plezier. Dag.